Een zeer goede avond, beste luisteraars. Welkom bij de Niet Zo Serieuze Sprookjes. Je bent jong en dan ga je slapen. En mama en papa vertellen een verhaaltje. En dan word je groter en dan heb je een tablet. En dan kan je deze sprookjes beluisteren. De Niet Zo Serieuze Sprookjes, de podcast. Live vanuit TC De Mol in Leuven. En naast mij de cowboy van Vlaanderen. De Johnny Cash van de comedy, Johnny Trash. En Johnny, we hebben een titel gekregen. Er was eens een draak en die spuwde water. Dus okay. Dat is anders, hè? Dat is geen vuur. Hè? Maar goed, hier gaan we dan. Er was eens een draak en die spuwde water. Ja, dat klopt. En dat was vooral een probleem als hij een andere draak wou binnendraaien. Omdat normaal gezien... Als die kuste, was dat vuur met vuur samen. Ja, voilà. En nu dat, als hij kuste, werd dat één stoombad. Dat was eigenlijk een Turks stoombad. En ja. Niet iedereen die hij kuste, had daarom gevraagd. Nee, zeker. En vooral ook omdat zijn eigen bril ook constant aandampte dus van die stoom. Onze draak die had dus eigenlijk niemand waar hij echt verliefd op kon worden en een leven mee kon delen. En hij voelde zich enorm eenzaam. Dus, wat doe je als je je eenzaam voelt? Ja, je schrijft je in op Drinder. Drinder, een speciale app voor draken. En op zijn profiel schreef hij perfect knappe draak, want hij was wel knap. Maar dat hij water spoot, dat had hij wijselijk vergeten te vermelden. Klopt. Dus, onze draak kreeg heel veel likes en hij zag daar ineens het mooiste drakenvrouwtje dat hij ooit had gezien. Chelsea. Chelsea, de draak. En hij wist, Chelsea was een klein beetje een sletje, maar hij wist ook van, oh, dat is misschien gemakkelijk. Die is ook kapster van opleiding waarschijnlijk. Misschien moet ik toch nog eens met Chelsea afspreken. Dus... Hij sprak af met Chelsea. En ze gingen samen uit. En heel de avond probeerde hij zo weinig mogelijk uit te ademen. Want hij wist, als ik uitadem, gaan ze merken dat daar waterdamp uitkomt en geen vuur. Terwijl hij in zijn hart wel vuur voelde voor Chelsea. Hij kwam ook vrienden tegen die hem zagen met Chelsea en... En hij ging er even mee apart en hij vroeg, hey, wat vind je ervan? En zijn vriend zei, amai, wat een draak. En hij wist dat hem goed zat. Hij wist dat hem goed zat. Want draken vallen nu eenmaal op draak. Dat viel keigoed mee. En ze gingen samen en de avond eindigde dat ze samen op een bankje zaten in het drakenpark. En ze keken naar elkaar en Chelsea zei van, hey, Ronnie, je bent echt een gentleman. Je hebt mij van heel de avond nog niet aangeraakt. Alle andere draken, maar die willen direct met mij in de grot duiken. Maar jij zei, wauw, jij bent echt een gentleman. Ronnie dacht, hoe kan ik haar vertellen dat ik speciaal ben, dat ik anders ben? Ik moet eerlijk zijn, dacht hij. En hij zei, Chelsea, ik moet jou iets bekennen. Ah, nee! Jij bent getrouwd! Jij bent getrouwd! Jij bent een vuile klootzak! Ah! Nee. Ik ben niet getrouwd, Chelsea. Ik ben niet getrouwd. Oh, wat is het dan? Jij bent een homo! Ah! Oh, jij poept andere draken onder de staart. Ah! Ah! Nee, dat ook niet. Oeh, wat is het dan? Wat kan er nog zijn? Je zegt geen homodraak. Je zei niet getrouwd. Wat is er dan, Ronnie? Wel, mijn probleem is dat... Oh!
Maar, jij zei... Ik kan echt op niks komen. Sorry. Nee, Johnny was gewoon eerlijk. Hij zei... Zoals alle andere draken vuur spuwen... spuw ik... water. Oh? Dat is kei raar. En is dat al van bij uw geboorte? Ja, dat is genetisch. Genetisch bedoelde ze. Hoe bedoelde? Genetisch. Ja, hoe komt dat een ei, gast? Ah ja. Genetisch. Ja, dat is genetisch. Ja, en wat nu? Ja, als wij zouden kussen, dan komt er geen vuur uit, maar stoom. Dan wordt alles nat en dampt alles aan en gaan we elkaar niet meer zien zitten. En de meeste vrouwen lopen dan keihard weg. Ah ja. Ja. Chelsea moest het even laten bezinken. Ja, amai. Ja. Aan de andere kant bedacht ze ook wel van... Oh, ik vind dat ook niet erg om nat te zijn. Ja. En ze dacht nog dieper na. Ja, maar... Chelsea was niet van de rapste. Maar, oh. En diep nadenken was niet een van haar sterkste punten. En Ronnie vroeg, wat zei jij nu aan het doen? Wacht, ik zit keidiep. Wacht even. En wel, Ronnie, ik denk dat dat niet echt een probleem is. Jij bent zo'n gentleman. En dat je niet perfect bent, dat is kei normaal. Ik moet ook iets bekennen. Oh, Ronnie vroeg zich af wat er aan de hand was. Zijn jij getrouwd? Nee. Zijn jij een pot? Nee. Ik ga eerlijk zijn, dat is ook niet gemakkelijk voor mij. Zijn jij een coiffeus? En toen zei Ronnie, fuck you, mijn kapster. Ga ik nooit iets beginnen. En Chelsea zei, maar wacht. Ik ben wel een lieve kapster en er is misschien veel meer in mij dan dat je zelf vermoedt. Iedereen wil direct een happy end, hè? En Ronnie zei, oké. En zo leefde Ronnie in Chelsea de draak voor de rest van hun leven gelukkig. En zorgde zij voor stoom in elke relatie. Het heeft nog wel even geduurd eer dat Ronnie zijn haar heeft kunnen laten groeien. Draak in het begin. Sorry. Wat is nu de moraal van dit verhaal? Dat als je een relatie begint en je bent eerlijk, en je bent echt eerlijk tegen elkaar, dat er dan pas echt stoom kan ontstaan tussen twee geliefden. Oh. Slaap lekker. Johnny Trash!